Ik zit sinds augustus hier in het Morespand in Deventer. En voor atelierruimte gebruik ik het. Ik werk hier overdag met schilderen. Nou, zoals je ziet is het heel veel licht en is geweldig voor, om te werken. En ik zit hier met veel plezier in dit voormalige meubelpand. En ik ook. Maar ik werk overdag en 's nachts. En is het een ideaal atelier voor jullie? Ja, dat is een droom natuurlijk. Dat grote kunstenaars in de wereld hebben niet zo'n pand. Want je kunt hier alles maken, denk ik. Ja, wat je wil. Zo groot en zo breed en zo massaal als je wil werken, dat kan hier. Maar ook heel klein natuurlijk. Ja, jullie zitten hier in feite anti-kraak. Wat dacht je toen ze aanboden om hier bij dit voormalige meubelpaleis je intrek te nemen? Nou, ik schrok in het begin wel een beetje, want ik ken het. Ik heb hier vroeger zelfs meubels gekocht ooit. Dus ik moest wel even slikken en de eerste paar dagen had ik er wel een beetje moeite mee met enorme afmetingen van het pand waar je toch een beetje jezelf verloren in voelt. Maar goed, dat wende snel en ja, die ruimte is ook een enorm voordeel, want je kan van alles en nog wat maken. Dus is het alleen maar heel erg prettig, zoveel ruimte. En je voelt je verloren, maar is het ook niet soms een beetje beangstigend? Zo goed? Nou, in het begin was dat inderdaad zo, dat je toch een beetje het gevoel hebt van ik zit hier alleen in een heel erg groot pand. Maar goed, na een paar dagen was dat wel verdwenen. Het was ook niet dat ik enorm bang was, maar je had een beetje een onheimisch gevoel zo erbij. Chris zat er wat eerder in dan ik. En die zat dus toen nog helemaal alleen. Met alle geluiden die zo'n pand heeft, van machines die opeens gaan draaien en een lift die een keer op en neer gaat. Ja. Dus hij was blij toen ik erbij kwam. Ja, ja. En ik had het moment dat ik hier de auto neerzette om de man van de FMT te ontmoeten voor het eerste gesprek hier bij het pand, had ik echt zoiets van, oké, Utopia, dit is de droom, dit is fantastisch. Ja, dus ze zoeken nog naar een nieuwe invulling, maar wat jullie betreft mag dat nog jaren duren. Nou, wij zitten hier voorlopig heel erg goed. Ja, dus het komt onze productie ook ten goede en we zijn hier goed aan het werk.